De Buskenschool biedt dagelijks lunches aan. De school laat dat verzorgen door het bedrijf Kinderservice Hotels. Wat schaft de lunch vandaag? Het is vandaag een groentesoep met lekkere boerensoepgroenten en een broodje erbij. Kinderservice Hotels bouwde op eigen kosten een keuken in de school en nam ook de inrichting van de overblijf voor haar rekening. De school leverde als tegenprestatie gratis de ruimte en betaalt de energierekening van de keuken. De school wilde namelijk van de ongezonde broodtrommel af. De ene brooddoos is heel goed gevuld. Daar zit iets gezonds bij, er zit een gezond pakje drinken bij. Maar er zijn ook kinderen bij die hebben geen brooddoos. En die hebben, daar zit ook helemaal niks in, of er zit te weinig in. Of kinderen die gingen tussen de middag naar buiten en aten ergens onderweg bij de supermarkt, snackbar. En wij wilden graag kinderen de gelegenheid geven om gezonde voeding te krijgen. En dat is voor ons de overweging geweest om op deze manier het TSO aan te pakken. De lunch op de Buskenschool kost €3,50 per dag per kind. Daarvoor krijg je een warm voorgerecht, melk, beleg, salade, fruit en bruin brood. Goedemorgen allemaal, welkom weer allemaal. Uit de bijdrage van €3,50 per maaltijd worden door Kinderservice Hotels ook de ouders ingehuurd die toezicht houden bij de lunch. De vrijwilligers zorgen bijvoorbeeld dat de kinderen met hun eigen groep op hun vaste plek komen te zitten. En men let op de tafelmanieren. Doe maar even handjes samen, Tjeda. 1, 2, 3. Wij danken u voor dagelijks brood, kracht en gezondheid, Heer. Amen. Eet smakelijk. Damien, wil jij een kop soep? Zico, jij moet ook een boterham met mes en vork proberen te snijden, hè? Ja, alvast. En nou zelf proberen. Hier, deze, laatste hapje. Doe maar in je eentje. Zo, en zagen. En wat er in de klasse gebeurde, dat was gewoon aan de bankjes snel eten, want de leerkracht zat er vaak bij, of een hulpouder. Maar dan, na een kwartier dan was het toch wel van, je moet ongeveer wel klaar zijn, ga maar naar buiten. En hier zie je kinderen komen aan gedekte tafels, eten met bestek, moeten dat ook. Dat sociale gebeuren is dus ook een belangrijk aspect ervan. Kinderen vinden het prettig dat ze nu een half uur hebben om te eten. Heb je wel genoeg tijd om te eten? Want vroeger moest je allemaal snel. En hier mocht je gewoon rustig aan doen. Je hebt allemaal soorten dingen wat je thuis soms misschien niet hebt. En eten jullie allemaal fruit? Ja! Wat eet je dan? Appel. En wat nog meer? En soms peer. En mandarijn en banaan. Ze krijgen en fruit en een voorgerechtje en de boterhammen natuurlijk. Ze mogen 3 boterhammen pakken, dus wat dat betreft. En vaak ook een toetje. En het feit dat het €3,50 kost? Als je maar weet dat je kind goed en gezond eet en gevarieerd ook, dan betaal je dat eigenlijk graag. De belangstelling is heel erg groot. We zijn begonnen met 100, 120 kinderen. Per dag? Per dag. En dat zijn er nu rond de 230, 240. Zouden jullie nog terug willen naar de oude broodtrommel? Nee. Waarom niet? Omdat wij al dit veel leuker vinden. En hier krijg je meer te eten. Want bij vroeger kon je nooit pizza voor. Of broodjes of soep. En dit is veel lekkerder. Samengevat. Bij de Buskenschool kost een lunch €3,50 per keer. Daarvoor krijg je een warm voorgerecht, gezond broodbeleg, salade, drinken en fruit. En de kinderen worden professioneel begeleid.